Nou, goedemiddag allemaal. Wij hebben goed nieuws voor jullie. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat het met de patiënt op de intensive care de laatste 10, 15 jaar langzaam beter gaat. De mortaliteit daalt. Steeds meer patiënten verlaten levend de intensive care. Dat maakt ook dat er steeds meer mensen na een intensive care periode een revalidatie nodig hebben en weer naar huis gaan. En wat nu de laatste 10 jaar meer en meer duidelijk wordt, is dat er bij die mensen nog allerlei problemen spelen die, nadat wij nu weten, in ieder geval specifiek aan de intensive care gerelateerd zijn. In 2012 heeft dat ook een naam gekregen, het post-intensive care syndroom. En daarin wordt eigenlijk alles samengenomen wat lichamelijke gevolgen betreft. Je moet je voorstellen, mensen hebben een hele intensieve therapie gehad. Spierafbraak, mensen liggen stil in bed. Er wordt van alles met die mensen gedaan. Zij ondergaan intensieve zorg, ze krijgen infusen overal. Er zit een buisje in de keel. Eigenlijk een beetje zoals je op dat plaatje kunt zien. En we merken toch dat alles wat er in die periode gebeurt, in de jaren daarna nog lang zijn weerslag heeft. Het fysieke, de kracht die is afwezig. Mensen hebben stramme gewrichten, het lopen gaat moeilijk. Ze worden echt belemmerd in hun activiteiten van het dagelijks leven. Met name de wat oudere patiënten, maar ook jongere patiënten. Het aankleden gaat moeilijk. Eenvoudige dingen als eten, die blijken toch opeens moeilijk te gaan, doordat er lang een buisje bijvoorbeeld in de keel gezeten heeft. Mensen hebben gevoelsstoornissen, allemaal fysieke klachten na de intensive care periode. Een ander aspect, het psychologische gevolg van daar liggen, de onzekerheid. Mensen balanceren tussen leven en dood, zijn bang. Vaak merken we dat in de maanden en jaren na de intensive care opname patiënten daar nog altijd last van hebben. Die periode die wordt moeilijk verwerkt. Ongeveer de helft van de mensen is depressief als ze ten gevolge van een ernstige infectie of longlijden op de intensive care gekomen zijn. Er zijn mensen met posttraumatische stressstoornissen. Meer en meer wordt duidelijk dat dit serieuze problemen zijn. Cognitieve gevolgen. Mensen, ze hebben vaak last van verwardheid op een intensive care. Dat kan soms nog maanden aanhouden. Bij oudere mensen is het zo dat ongeveer een kwart van hen een jaar na de intensive care opname nog altijd de gevolgen daarvan draagt. Er zijn forse socio-economische gevolgen. Je moet je voorstellen, als je als werkende man of vrouw bij ons op de intensive care komt, ongeveer de helft van die mensen die is na een jaar, na ontslag op de intensive care, nog altijd werkeloos. Het heeft een enorme impact op de gezinssituatie. Financieel gaan de mensen er flink op achteruit. En die gevolgen die zijn ook voor de familie heel uitgesproken. De familieleden die maken allemaal mee hoe dat gaat op zo'n intensive care. En de onzekerheid, de angst van iemand te verliezen. We hebben recent op onze intensive care een onderzoek gedaan. En daar gaat Shams wat meer over vertellen. Dankjewel, Guus. Goedemiddag. De technische ontwikkelingen op de intensive care hebben natuurlijk de afgelopen decennia een flinke vooruitgang geboekt. Dat heeft voordelen voor patiënten en voor artsen. Maar dat heeft dus ook de keerzijde. En die keerzijde is wat Guus net verteld heeft. Dat veel patiënten ook vooral emotionele problemen ervaren. Vaak nog een jaar na de IC-opname. En dat zijn toch wel ernstige aandoeningen die mensen hebben. Waardoor de kwaliteit van leven laag is. En de werkhervatting ook vaak nog niet heeft plaatsgevonden. Doordat die mensen gewoon met veel te veel problemen te kampen hebben. Nou is de vraag natuurlijk, welke factoren bepalen nou waarom die mensen zo'n ernstige, met name dan ook emotionele en cognitieve problematiek hebben na zo'n IC-opname? Nou, dat zijn dus een aantal zaken. Je hebt twee verschillende stressoren eigenlijk die op de IC van belang zijn. Dat zijn de fysiologische en de psychologische stressoren. Fysiologische stressoren zijn bijvoorbeeld dat de mensen, en zoals op die vorige foto al zichtbaar was,
eigenlijk heel veel slangetjes hebben in neus, mond en andere gaatjes die ook maar te vinden zijn bij de patiënt. Dat wordt wel opgevuld met infuuslijnen of centrale lijnen. Of, mensen zijn vaak beademd. Er vinden heel veel interventies plaats op de intensive care. Heel veel onderzoeken die niet prettig zijn voor de mensen. Verder worden ze vaak gestudeerd, dus ze weten al vaak niet met welke reden ze zijn opgenomen. Dan komen ze vaak achteraf pas achter. Daarnaast, tijdens de opname ja, kunnen ze zich ook weinig herinneren van de dingen die gebeurd zijn. Ook de piepjes, de alarmpjes, de belletjes die eigenlijk 24 uur per dag aanwezig zijn. Het dag-nachtritme wat ernstig verstoord is bij die mensen. Mensen kunnen ook vaak niet goed slapen, hebben vaak heel veel pijn. Dus dat zijn eigenlijk de fysiologische factoren die van invloed zijn. De psychologische factoren, dat zijn met name het controleverlies wat patiënten ervaren tijdens hun IC-opname. En met name het controleverlies over hun lichamelijke toestand en over de situatie zoals ze zich voordoet. Verder hebben die mensen een levensbedreigende ziekte. En ja, dat heeft ook gewoon zeer traumatiserende gevolgen voor die mensen. Daarnaast is het ook van heel erg belang, uit onderzoeken blijkt, dat de percepties die IC-patiënten van een IC-opname hebben, eigenlijk nog van het grootste belang zijn over hoe ze daar later mee omgaan. Percepties, dat wil zeggen dus eigenlijk herinneringen die mensen hebben van een IC-opname. Vaak hebben ze waanideeën of desillusies, dus eigenlijk geen echte herinneringen, geen feitelijke herinneringen van een IC-opname. Ja, er is laatst een rapportage geweest op NTR op de televisie. En daarin was een patiënt of een aantal post-IC-patiënten aan het woord. En er was één bijvoorbeeld die vertelde dat hij naar de CT-scan gebracht wordt, half gestudeerd. En die dacht dus dat hij naar een kamer werd gebracht waar hij kwam te overlijden. Dus dat soort herinneringen hebben mensen, dat soort ervaringen eigenlijk hebben mensen van een IC-verblijf. Die niet kloppen, maar die ze wel dus meer naar huis nemen. En als er nooit meer over wordt gesproken, kun je je natuurlijk voorstellen dat daar problemen door gaan ontstaan. Mensen hebben nachtmerries, beangstigende ervaringen, kunnen daardoor inderdaad een angststoornis krijgen of een posttraumatische stressstoornis. Dus van het grootste belang is eigenlijk om te achterhalen welke percepties de post-IC-patiënt heeft van zijn IC-opname. Daar is mijn onderzoek ook aan gewijd. Dus ik heb gekeken naar welke problematiek ervaren mensen eigenlijk. Dus die hebben een vragenlijst moeten invullen om te kijken of ze depressiestoornis hebben of een angststoornis of een PTSS. Hoe de kwaliteit van leven is en hoe hun percepties van de IC-opname zijn. Wij hebben ook wel goede ideeën hoe we die mensen kunnen helpen hier verder mee. En dat is het opzetten van een soort van post-intensive care polykliniek. Waarbij dat de intensivist samen met de IC-verpleegkundige die mensen na een maand of drie nog eens terugziet. En gaat horen bij die mensen van wat zijn de problemen waar je nu nog tegenaan loopt. Wij zullen veel van hun problemen herkennen als gerelateerd aan de intensive care. Wij kunnen een stukje uitleg daarover geven. Wij kunnen een stukje geruststelling geven en ondersteuning. En waar nodig tijdig problemen opsporen en mensen adviseren om bijvoorbeeld naar de psycholoog te gaan of toch met de diëtist te kijken hoe je de intake kunt verbeteren. Verder geeft deze polykliniek ons een extra stukje inzicht over hoe het nu echt met die mensen gaat op de lange termijn. Want als ze bij ons de intensive care afrijden, dan zien we ze eigenlijk niet meer. Dank jullie wel. Dank u wel.